Deeleconomie in Nederland is een initiatief van Martijn Arets. We gaan uitgebreid met hem over spreken. We doen het ook met Koen Frenke. Koen, je bent adviseur van het hele project en je bent hoogleraar innovatie aan de Universiteit Utrecht. Allebei specialisten op het gebied van de deeleconomie. Laten we gewoon even eenvoudig beginnen. Dat is inmiddels een containerbegrip geworden. Koen, wat is voor jou de deeleconomie? Bij mij gaat het om het fenomeen dat consumenten aan elkaar tijdelijk toegang geven tot hun spullen. Dus het gaat om uitlenen of verhuren van je eigen spullen aan anderen. Als je het iets breder trekt, kan je er ook diensten bij nemen. En nog breder trekken zou je ook financiering erbij kunnen nemen. Maar hoort Airbnb erbij? Ja. Ja, wel? Ja, als jij op vakantie bent, dan kan jij je huis ter beschikking stellen aan iemand anders tijdelijk. En daar geld voor vragen. En dan is het deeleconomie. Ja. Als je twee huizen hebt en één permanent verhuur via Airbnb, is geen deeleconomie. Ben je in een illegaal hotel aan het runnen. Oké. Okay. Ja. En wat is jouw definitie, Martijn? Wanneer is iets voor jou onderdeel van de deeleconomie? Nee, bij mij komt het ook wel op hetzelfde uit. Ook wat Koen zei. Kijk, uiteindelijk, waar Koen mee begon, daar gaat het dan meer over hoe we vaak ook deeleconomie gebruiken. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk veel meer ook uiteindelijk richting een platformeconomie, waarbij uiteindelijk het platform de rol is waarin vraag en aanbod elkaar kan vinden, elkaar leert vertrouwen en uiteindelijk ook de transactie kan doen. En met crowdfunding gaat het over geld, met echt puur deeleconomie gaat het over spullen, met crowdsourcing gaat het om kennis en met de gig economy die nu aankomt gaat het ook om arbeid. Waarbij toch continu dat platform die centrale rol speelt. Maar Koen, probeert hij te veel onder het begrip te fietsen? Nou kijk, delen komt volgens mij van het woordje delen in gebruik. Hè? Bijvoorbeeld autodelen, dat je met een paar mensen dezelfde auto deelt. En dan is er ook een milieuvoordeel, want dan ga je bestaande spullen beter benutten, heb je met z'n allen minder spullen nodig. Kijk, bij diensten, ja, dan huur ik gewoon iemand in om bij mij een lamp op te hangen of mijn kind bijles te geven. Ja, dat is eigenlijk van alle tijden. En dat we dat nu via een platform doen, dat vind ik dan niet zo relevant. Dus dat noem ik eigenlijk geen deeleconomie. Maar waarom het wel met elkaar wordt verward, is omdat het de manier waarop het wordt georganiseerd en ook de vlucht die het kan nemen, die is wel vergelijkbaar met de deeleconomie. Dus daarom vind ik het prima als mensen een wat bredere definitie hanteren, maar je moet altijd wel die verschillende vormen blijven onderscheiden. Maar goed, want Martijn had net over de gig-economie, ja. Noemt hij dat geloof ik. Hè? Dus dat is eigenlijk zeg maar van een werkplatform zou je kunnen zeggen. Ja. Waar ik een uurtje kan werken als het me uitkomt, et cetera. Voor jou hoort dat er niet bij. Nee, ik noem dat wel gig-economie of zoals de helpeling-directeur dat mooi noemt, de klusjes-economie. Dat is voor mij arbeid. Dan ben je gewoon je arbeid aan het inzetten, je tijd aan het inzetten. En dan heb je het niet meer over beter benutten van spullen. Hoewel die mensen vaak hun eigen spullen meenemen om dat klusje te doen. Maar dan heb je het gewoon over het inzetten van tijd. Ja, maar even daar zie je wel natuurlijk dat je daar maar wel ook hè, die tijd wel efficiënter kunt inzetten. Hè. Er is al uit het onderzoek gebleken dat een Uber-chauffeur gemiddeld veel meer ritjes heeft dan een normale taxichauffeur door gebruik te maken van die technologie. Dus dat is ook wel, vind ik, vanuit die andere kant weer, ja, niet een excuus, maar wel in ieder geval een belangrijk iets om ook daarbij te vermelden. Ja. Hey, jij bent al jaren, jullie allebei natuurlijk, maar Martijn en jij ook, al jaren bezig hè, met die deeleconomie, dat op de voet aan het volgen, te onderzoeken, te bekijken, wat kun je daar nou mee, wat heb je daar nou aan, wat is het dat jou fascineert hierin? Eigenlijk gewoon de hele dynamiek van de wereld, van die deeleconomie. En ook daarin breder gezien ook de hele platformeconomie. Want op een gegeven moment zag je dat aankomen. Eigenlijk begon het met crowdfunding. Dat mensen opeens via platformen geld in ieder geval vaak een aantal bij elkaar kwam. En dan zag je eerst dat het heel erg een beetje in de hypezone terecht kwam. Iedereen was er heel erg enthousiast over. En vervolgens kwam de eerste shit. En vervolgens dan ging je erover nadenken. En eigenlijk zie je dat de deeleconomie daar over 2 jaar op achterloopt. Want eigenlijk wat er eerder met crowdfunding gebeurde 2 jaar geleden, gebeurt nu met deeleconomie. En wat ik echt boeiend vind, is juist die ontwikkeling dat niemand eigenlijk weet waar het heen gaat. Maar iedereen wel eigenlijk het besef heeft van de impact die het kan hebben. En aan de andere kant wat ik heel erg zie, is ook door mijn eigen ervaring met crowdfunding, dat er achter de schermen ook nog heel veel moet veranderen. Wil het ook echt op lange termijn A, die maximale potentie krijgen. En B, ook ja, voor alle stakeholders de juiste waarde opleveren. En geef eens een voorbeeld. Je zegt die deeleconomie loopt 2 jaar achter op crowdfunding. Noem eens een voorbeeld.
Als je wat kijkt naar het aantal platformen, bij crowdfunding zag je dat eigenlijk veel eerder in aantallen stijgen dan nu. Als je kijkt, qua crowdfunding zijn er iets van 120 platformen nu actief op de Nederlandse markt. Dat is ook echt enorm. Terwijl de drempel ook steeds hoger wordt om er eentje te starten, zeker wanneer je gaat naar lening crowdfunding. Maar ook als je puur kijkt naar het sentiment, eigenlijk beginnen ze nu pas bij crowdfunding pas echt kritisch te kijken naar van goh, maar hoeveel defaults zijn er, oftewel hoeveel projecten die zijn gefinancierd gaan er mis. Wat voor verantwoordelijkheid kun je verwachten van een platform? Bijvoorbeeld Kickstarter, die mooie koelkast, nou, die is nu een soort van failliet. Iedereen is waarschijnlijk zijn geld kwijt. Ja, wat kun je verwachten van een platform die enerzijds heel hard wil groeien, maar dat alleen heel hard kan groeien als we bepaalde verantwoordelijkheden niet nemen? En dat is wel een soort van balans die in de discussie die in crowdfunding nu eigenlijk al veel verder is dan in deeleconomie. Maar je zegt, het begint met groot enthousiasme, dat was maar met de Kickstarter-achtige dingen ook. Dan op een gegeven moment komen de eerste projecten die niet, waar de belofte niet waargemaakt wordt. Nou, je zou kunnen zeggen, als je het hebt over deeleconomie en je rekent daar Airbnb onder, op een gegeven moment krijgen de mensen die hun huis verhuurd hebben en het is uitgewoond. Ja. En daarna krijg je de normalisatie, is dat de volgende... Nou ja, de volgende fase? Nou, ik denk dat wel een volgende fase, maar nog geen eindfase. Want er liggen enerzijds moeten in ieder geval landen in de bestaande maatschappij en ook een plekje krijgen in het bestaande aanbod. Anderzijds liggen natuurlijk heel veel vraagstukken, bijvoorbeeld rondom eigenaarschap. Bijvoorbeeld een Uber, Airbnb zijn heel erg nieuw aan de voorkant, maar heel traditioneel aan de achterkant qua organisatie en financiering. En daar zie je nog weer een volgende generatie meer decentraal georganiseerde, of in coöperatie of in meer blockchain-achtige technieken vormen naar boven komen. Dus uiteindelijk, die ontwikkeling die is nog wel even bezig. Ja. Jij hebt het initiatief genomen tot de deeleconomie in Nederland.nl. Ja. Een verzamelplaats, hè, waar je kan vinden wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in Nederland als het daarover gaat. Waarom was het belangrijk dat er kwam? Nou, wat ik merkte was dat het aantal platformen gewoon enorm aan het groeien was. En dat ik in mensen die ik in mijn omgeving sprak, die zeiden van ja, waar moet ik nou zijn? Want je ziet nu dat er eigenlijk voor eenzelfde oplossing verschillende platformen zijn. Dus dat overzicht waren mensen een beetje kwijt. Daarnaast was ik ook zelf gewoon heel erg geïnteresseerd in het analyseren van die ontwikkeling. Er was eigenlijk nog geen plek in Nederland, in ieder geval op het web, waar eigenlijk een overzicht was van die platformen. Dus toen dacht ik van ja, dan gaan we het gewoon lekker doen. Dus toen een programmeur ingehuurd en aan de slag gegaan. Ja, het eerste was een heel erg basic idee van goh, hè, we maken gewoon een lijstje en een website erbij. Nou, volgens ging met Koen praten. En toen komt hij bij van goh, wat nou als we een soort van unieke dataset kunnen maken om ook onderzoekers verder te kunnen helpen met vrij beschikbare data. Dus op die manier is ook dat verhaal een beetje uit de hand gelopen. Ja, Koen, vertel eens, waarom is het voor jou interessant en belangrijk om hierbij betrokken te zijn? Nou, voor onderzoekers is het mooi als er een volledige dataset is waarop al die bedrijven op dezelfde manier worden beschreven. Bijvoorbeeld wat wij interessant vinden als onderzoekers is welke platformen gaan het nou wel redden en welke niet. Nou, dan wil je zoveel mogelijk variabelen weten. En dan kan je daarna statistisch gaan analyseren wat zijn nou bepalende succesfactoren. Dus één hypothese die ik heb is dat de achtergrond van de oprichter heel bepalend kan zijn. Want een idee kan iedereen wel hebben, maar dat goed over het voetlicht brengen, goed uitbouwen tot een bedrijf, heb je vaak mensen nodig die al eerder bedrijven hebben geleid en die bijvoorbeeld ook een marketingachtergrond hebben, omdat je een heel nieuw verhaal hebt uit te leggen als je een deelplatform hebt. Maar ja, voordat ik zoiets kan staven, heb ik gewoon goede data nodig en dat zijn we nu aan het bouwen. Ja, wat ik op de site zie is dus een deel van de database, want jullie hebben daar zelf andere velden, zeg maar, andere elementen bij, of niet? Of is alles wat ik op de site zie is ook jullie data? Ja, en de bedoeling is dat bedrijven dat zelf gaan aanvullen en dat we dat ook elk jaar gaan updaten. Zodat we ook zien welke bedrijven groeien, welke zijn er gestopt, welke hebben misschien hun businessmodel aangepast. En dat je eigenlijk die hele evolutie kan gaan volgen. Want ik ben het ook met Martijn eens. Ik denk niet dat er sprake is van nu al een soort volwassen markt. We hebben natuurlijk een hele hoop mensen die niet of nauwelijks aan die deeleconomie meedoen. Ook een hele hoop producten worden nog niet gedeeld, omdat het te ingewikkeld is. Maar straks krijgen bijna alle producten sowieso al een verbinding met het internet. Wordt het heel makkelijk om die dingen ook te gaan delen. En je ziet ook dat bestaande spelers, dus in die oude economie, zich nu ook gaan klaarmaken voor die deeleconomie. Denk aan leasebedrijven die ook met autodeelconcepten gaan komen.
hotels die hun concepten moeten gaan aanpassen. Nou, die willen we dus allemaal gaan documenteren. En misschien hebben we over 5 of 10 jaar een fantastische database die ook in geen enkel ander land op dit moment wordt gemaakt. Waarmee we eigenlijk de hele geschiedenis kunnen gaan schrijven van die deeleconomie. Ja, het is een jonge tak, zei je al. Wat als je naar kijkt naar de afgelopen jaar, heb je daar al ontwikkelingen in kunnen zien of is daar ook nog te vroeg voor? Nou, er zijn denk ik twee belangrijke ontwikkelingen. Eén is wat Pieter van der Glint van Shern al noemt, dat we van peer-to-peer naar peer-to-business-to-peer gaan. Dus dat platform neemt eigenlijk steeds meer uit handen, zodat meer mainstream kan worden. Zodat ook mensen die misschien wat minder snel zouden meedoen, vertrouwen krijgen in die platform. Daarmee en business is dan het platform? Peer ja, to business? Dus bijvoorbeeld een hele hoop huizen worden verhuurd zonder dat de verhuurder nog de huurder ontmoet. En dan kan je door het platform kan je laten ontzorgen, als het ware. Nou, daardoor wordt wel het sociale karakter van die deeleconomie wellicht wat minder, in ieder geval bij sommige producten. En die tweede ontwikkeling, en die grijpt er ook op in, is dat we dus naar Internet of Things gaan. Waardoor al die producten nog makkelijker te delen zijn. En ook dat je ook kan volgen wat er met jouw product gebeurt. Kan je eventueel ook misbruik makkelijker registreren. Dus het wordt meer business, het wordt meer technologisch. En daardoor kan het echt heel groot gaan worden. Dus die oorspronkelijke idealen, dat het ook om het sociale contact ging, dat het sociale cohesie zou bevorderen, die zullen bij sommige platformen wel blijven. Bijvoorbeeld kennis delen of eten delen. Maar bij de platformen waar je echt veel geld kan verdienen, daar denk ik dat het wat zakelijker wordt allemaal. Toen Greenwheels nog autodelen heette, en ik ben vanaf begin af aan daarvan lid geweest, maar ik moet zeggen, ik was ook wel vrij snel teleurgesteld in de mensheid. Het systeem was destijds, er lag een briefje in een kluisje en daar stond dan op, deze auto is gereserveerd voor Erwin Blom. Vanaf zo laat. Nou, dat ging best wel goed toen de club heel klein was. En toen de club iets groter werd, waren ineens de briefjes weg en kon ik de auto niet meer vinden. Technologie, net wat je zegt, heeft dat stuk natuurlijk opgelost. Want ook bij Greenwheels kan ik geen auto weghalen als ik hem niet gereserveerd heb. Enerzijds is de mens die graag deelt of gemak wil, of hoe je het ook wil omschrijven. Maar die technologie is wel een cruciale factor, toch, in het geheel. Ja, nou kijk, die deeleconomie bestond al voordat het internet opkwam. Ja. Maar toen deelden we eigenlijk alleen met vrienden en familie. En dat was omdat jij alleen die mensen je spullen toevertrouwde. En dan zijn de transactiekosten, zoals economen dat noemen, zijn heel laag. Maar je gaat geen contract sluiten, je vertrouwt gewoon iemand dat het wel goed komt. En wat het internet heeft gedaan, is dat we met vreemden zijn gaan delen. Waardoor die markt gigantisch wordt. Daardoor is er ook een vertrouwensvraagstuk ontstaan van hoe kan je vreemden vertrouwen. En dat is door een technologie kan je een hoop regelen. Je kan via verzekeringen een hoop regelen. En je kan via die beoordelingen kan je het vertrouwen inschatten. Dus ik zeg altijd, die deeleconomie heeft altijd bestaan. Maar zo noemden we het toen nog niet. Net zoals bij de klusjeseconomie heeft ook altijd al bestaan. Was vaak informeel zwart werk of het was vrijwilligerswerk. Maar door die internetplatforms wordt het eigenlijk geformaliseerd en opgeschaald, omdat je het nu met vreemden dat soort dingen gaat doen. Martijn, denk jij dat de deeleconomie dat nu nog maar in de kinderschoenen staat, dat het veel groter kan worden? Maar ik las via een column die jij had gedeeld van iemand die bij ING werkte, die schreef zo'n stuk over van, nou ja, eigenlijk stelt dat nog niet zoveel voor. Hè? We doen het eigenlijk nog maar heel mondjesmaat. Het begrip kent iedereen inmiddels wel. En iedereen zal in sommige gebieden ook wel het voorbeeld noemen van, ik heb via Airbnb iets gedaan of ik ken Airbnb. Maar hoe kijk jij aan tegen de potentie van de deeleconomie? Ik denk dat het weer heel groot is, maar het kost tijd. Kijk, zelfs met crowdfunding, hè, zijn we ook een jaar lang over aan het praten. En heeft ze vorig jaar iets van 120 miljoen of zo in Nederland gedaan. Ook peanuts als je kijkt naar de totale financieringsmarkt. Dus ik denk dat het wel flink wat tijd nodig heeft.
wil het ook echt de volle potentie bereiken. Kijk, eerst had het ook gaan inderdaad rondom assets die gewoon waardevol zijn. Ja, de auto, het huis en als je ook arbeid mee rekent, ook jezelf als mens. Want ja, daarmee kun je natuurlijk het makkelijkst heel veel geld verdienen. En daarna zal de rest volgen. En enerzijds zie je net wat Knoeg zei, dat de drempels omlaag gaan. Ook bijvoorbeeld door technologie, door smart locks, waardoor het makkelijker wordt om dat te doen. En anderzijds moet je gewoon ook die massa ook gewoon mee gaan krijgen. Ja. Kun jij even een rondleiding over de site schrijven? Ja. Dan kun je even laten zien wat er allemaal goed te beleven valt. Nou, even kijken of dan zijn we erbij. Hartstikke mooi. Nee, dit is aan de site in Nederland. Hij is ook net live gezet. Wat je eerst hier ziet is de kaart van Nederland met eigenlijk een overzicht van waar de hoofdkantoren zitten van de initiatieven. Dan kun je vragen, wat is er belangrijk aan? Dat is een goede vraag, want uiteindelijk is het ook wel een mooie afbeelding. Geeft ook een beetje aan van waar al die bedrijven zitten. Nogal in de Randstad, hè? Ja, maar van degene die wij nu hebben, meer in Utrecht dan in Amsterdam. Dat is ook wel interessant om te zien. Vervolgens zie je de uitgerichte initiatieven. Die vervolgens, als je erop klikt, doorgaan naar een compleet profiel. Daar gaan we zo over naartoe. Dit is een willekeurige selectie. Uiteindelijk hebben we nu 100 profielen erin staan, waarvan er 40 echt volledig gevuld zijn en 60 basis gevuld zijn. En van daar gaan we hem langzaam vullen. Hieronder de laatste nieuwsberichten. Alle platformen kunnen hier hun persberichten inleveren. En vervolgens, op die manier bouw ik ook een hele mooie nieuwsdatabase. En ja, dan de partners uiteraard. Ik pak er gewoon eventjes eentje erbij. Dan gaan we naar Snapcar. Dit is zo'n profiel. En ja, daar zie je dus, waar zitten ze? Vervolgens een korte omschrijving. Dan zie je ook hoever het profiel gevuld is. En hier zie ik gewoon verschillende data van die platformen. Een stukje ondernemersgeschiedenis, hoe actief ze zijn, hoeveel gebruikers ze hebben. Een stukje missie, visie, waarde. En daarnaast gewoon dingen als rondom de ambitie, de groeipartners en rechtsvorm en businessmodel. En daaronder wat informatie over de founders. Nou, deze is redelijk sumier, dus die komt dan wel nog verder in beeld. En vervolgens een video en de Twitter timeline. En wat je vervolgens ziet is dat alle data, die komt bij elkaar in een Google Docs document, die gewoon live in te zien is. En ook gewoon via de site gewoon net te bezichtigen. En dat is ook database waar iedereen kan gebruiken voor eigen onderzoeken. Dit is een startpunt. Je verwacht er veel van de partijen zelf. Je hoopt dat zij je handje helpen met de database actueel te houden, de informatie toe te voegen, et cetera. Als je nu kijkt naar het overzicht, toen je aan het inventariseren was, wat viel jou zelf op? Het viel me heel erg op dat er sowieso echt een idioot groot aantal platformen is. Nu kan deel ik met iets van 130 platformen. Natuurlijk is wat een vraag van, maar wanneer, want uiteindelijk als je hem eenmaal hebt gebouwd, en als het niet loopt, wanneer trek je stekker eruit? Dus waarschijnlijk zijn er ook heel veel platformen waar niks gebeurt. Ja. Daar moet je eigenlijk ook daar meer data vandaan gaan halen via scrapen. Het viel me heel erg op. Enerzijds heb je natuurlijk een aantal domeinen die al, waar al een paar grote spelers al de markt hebben gepakt. Zoals bijvoorbeeld de Airbnb's in deze wereld, waar natuurlijk wel een paar partijen daartussen proberen te komen, maar dat of met weinig succes doen, of daar gewoon heel veel geld tegenaan gooien, zoals bijvoorbeeld Wim doen. Wat je wel ziet, is juist meer die niches, daar komt gewoon heel erg veel op af. Bijvoorbeeld afgelopen half jaar zijn er iets van 4 parkeerplaatsen die op platform bijgekomen in Nederland. Ja, dat is een enorm aantal voor een relatief kleine markt. Ja. Dus dat vond ik wel heel erg opvallend. Wat me ook heel erg opvalt, is dat heel veel van die partijen nog heel erg weinig echt samenwerken met bestaande organisaties. Terwijl ik wel heel erg in geloof dat in de toekomst juist die links veel meer worden gelegd. Maar als je uiteindelijk veel meer gaat voor een totaaloplossing dan voor een deel-economie-oplossing. Als je echt een groot publiek wilt bereiken. Bijvoorbeeld in Engeland heb je Just Park. Dat is een parkeerplaatsdeelplatform. En die zijn begonnen echt gewoon peer-to-peer parkeerplaats delen van particulieren. Maar vervolgens hebben die ook de grote garages aangesloten. Waarom? Ja, uiteindelijk, jij wil op het moment waar je dan bent beslissen van, wil ik een kwartier lopen naar Pietje voor een euro? Of wil ik gewoon geen gezeik en gewoon makkelijk naar de Q-park erin gaan? Dus het viel me heel erg op dat heel veel van die partijen nog heel erg weinig echt samenwerken met andere bestaande partners. Ja. Koen, als je wereldwijd kijkt naar internet kijkt, dan is het heel vaak zo dat mensen zeggen, het is toch heel vaak winner takes all. Hè? De Uber zit een paar hele grote, hou je op een gegeven moment over. Is het op het gebied van de deeleconomie, waar altijd ook wel een soort van idealistisch teentje soms aan zit, is dat daar anders, denk je? Is er ruimte voor meer?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je het over spullen of diensten hebt, dat zijn altijd lokale markten. Dus in principe kan er op lokaal niveau kan je best iets rendabels opzetten. Ten meer omdat het opzetten van het platform zelf niet heel kostbaar hoeft te zijn. Die software kan je nu al gratis downloaden bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn bepaalde markten die eigenlijk vanzelf heel globaal zijn. Natuurlijk Airbnb, want dat zijn internationale dat is een internationale markt. Maar ook autodelen is het handig als je bijvoorbeeld in het buitenland bij jouw platform kan huren. En je hebt wat marketingvoordelen en andere voordelen. Dus ik denk wel dat we de komende jaren heel veel nieuwe initiatieven zien. En wellicht ook initiatieven die niet voor profit zijn. Dus nu zijn bijna alle succesvolle initiatieven, of laten we zeggen de grotere platformen, die zijn toch bijna allemaal wel voor profit. En dat is ook niet zo raar, want die hebben ook de ervaring om zoiets op te zetten. Maar dat betekent niet dat wij tot in lengte van dagen getrouwd zijn met die platformen. Want er zijn allerlei nieuwe vormen van collectieve actie mogelijk. Door burgers, door consumenten, door ZZP'ers. Om zelf zo'n platform te gaan runnen. Zeker wanneer je het gevoel hebt dat een commercieel platform te weinig levert voor het geld dat ze vragen. Dus ja, hoewel er, laten we zeggen, op elk moment in de tijd denk ik dat je niet per se heel veel platformen ziet. Maar ik denk wel dat je heel veel wisseling van platformen ziet. En dat is eigenlijk het beste voor innovatie. Dat er aan de ene kant schaalvoordelen worden gerealiseerd. Maar dat het ook vrij makkelijk is om weer met iets heel nieuws te komen. En nogmaals, ik hoop dat ook bijvoorbeeld not-for-profit platformen kunnen zijn. Ja. Hey, en jij als hoogleraar innovatie, als mensen aan jou vragen, wat is er nu innovatief aan? Ik noem maar wat PRP, want dat lenen van die boormachine van mijn buurman, dat doen we in het dorp altijd al en nog steeds. Waar zit voor jou de innovatie in de deeleconomie? Nou, het belangrijkste is dat ze dus dat vertrouwen moeten organiseren tussen vreemden. Wat vroeger zo fundamenteel was dat die markt überhaupt niet kon ontstaan. En ze hebben nu via technologie, via beoordelingen, hebben ze manieren gevonden om dat vertrouwen te organiseren. Dus dat is een innovatie. Deels technologisch, deel een soort sociale innovatie. Daarnaast denk ik dat het cruciaal is hoe je communiceert. En dus je ziet dat die platformen die hebben hele goede communicatoren. Want je moet aan de ene kant heel goed uitleggen aan een groot publiek dat wat jij doet voor hun een oplossing biedt en dat het ook niet raar is. Heel veel mensen hebben toch koud watervrees. Maar tegelijkertijd moeten ze ook met richting de overheid en ook richting de oude economie communiceren dat wat zij doen maatschappelijk wenselijk is. Want ja, sommige van die platformen die schuren natuurlijk tegen de bestaande wetgeving aan. En als je niet goed communiceert, dan kan die wetgeving tegengebruikt worden. Dus dat is eigenlijk ook een onderdeel van die innovatieproces. Dat jij mensen tot nieuw consumentengedrag weet te verleiden. En tegelijkertijd ook maatschappelijk de discussie start van kunnen we bepaalde dingen niet anders organiseren dan we vroeger deden? En wat moeten dan de nieuwe spelregels zijn? Mm-hmm. Martijn, waar zie jij toekomstige vernieuwing als het gaat over de deeleconomie? Nou, ik geloof wel dat het steeds decentraler gaat worden, maar ook steeds lokaler. Want uiteindelijk, inderdaad, een Airbnb, dan heb je net wel een globaal platform nodig. Hoewel dat het ook natuurlijk ook op verschillende manieren kunt organiseren. Maar uiteindelijk, als je kijkt net met de deeleconomie, uiteindelijk is net de transactie vaak gewoon lokaal. En wat je ziet gebeuren is dat dat ze inderdaad, die software die wordt gratis, bijvoorbeeld ShareTribe, waarmee je voor een paar tientjes gewoon je eigen deelmarktplaats kunt bouwen. En ik verwacht juist dat, kijk, want enerzijds wat Koen zei is van oké, bijvoorbeeld met autodelen is het fijn als je in het buitenland bent, dat je dan bij jezelf de provider terecht kunt of jezelf de merk terecht kunt. Anderzijds, als al die platformen via API's aan elkaar verbonden worden, kan dat ook. Ik sprak vorige maand in Brussel de oprichter van CarAmigo en die zei op de vraag over buitenlandse groei, zei hij ook van ja Martijn, ja, we kunnen wel in die markten daarin gaan,
Maar ja, in al die markten is er al één of twee grote spelers. Dus of we kunnen daar heel hard aan werken en een hoop geld aan gooien, of we kunnen gewoon gaan samenwerken. En gewoon op basis van een soort van affiliate-programma met elkaar gaan samenwerken. Dus ik geloof steeds dat op die manier ook er veel meer verbindingen gelegd kunnen worden. En ik ben heel erg benieuwd wat de Googles en de Facebooks gaan doen. Want een van de belangrijkste assets van het platform, dat is die crowd, die kritieke massa, die ook dagelijks daarheen moet gaan om dat te gaan doen. Dus bij Google zie je al, maar ook bij Facebook, dat ze al investeren in verschillende deeleconomie-achtige initiatieven. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd wanneer bijvoorbeeld een Facebook zijn platform open gaat stellen voor bijvoorbeeld autodelen of dat soort dingen. Want ik geloof erin dat zij daar nog een behoorlijke rol in gaan spelen. Ja, in ieder geval gaan ze hun messenger, hun chatplatform opengooien. Wordt dat een vorm van een marktplaats waar externe partijen ook transacties en andere zaken kunnen doen. Dus, ja. dus waarschijnlijk kunnen die partijen dat eigenlijk inderdaad zelf wel faciliteren, schat ik. Ze kunnen het sowieso, de vraag is dat ze, bij Google zie je net al dat ze bijvoorbeeld wel aandelen hebben, onder andere bijvoorbeeld in Uber. Ze hebben natuurlijk Waze, de crowdsourced navigatie app hebben ze overgenomen voor 1 miljard een tijd geleden. Ze hebben ook aandelen in een aantal grote crowdlending platforms. Dus ze zijn al bezig om daar te leren hoe het spelletje speelt. En het is gewoon een kwestie van tijd dat ze dat ook in de praktijk gaan brengen. We hebben het over crowdsourcing onder meer. Hoe ruim neem jij het begrip? Is Wikipedia ook deeleconomie? Ja, kijk, platformen die hebben als karakteristiek dat eigenlijk de gebruikers de waarde zelf creëren met elkaar. Dus Google is dat ook. Als ik een zoekterm invul, dan is dat informatie die Google weer gebruikt om anderen te helpen in hun volgende zoekactie. Dus wij zijn met z'n allen via die platforms waarde voor elkaar aan het creëren. En het grap is, het platform eigent zich eigenlijk die informatie toe en weet daar op een slimme manier heel veel geld mee te verdienen. Dus dat is een vorm van delen. Deeleconomie is voor mij echt spullen delen. Maar kijk, kennis delen deden we natuurlijk ook altijd al. En ook in de maaksfeer heb je natuurlijk 3D-printing platforms, je hebt open source softwareontwikkelaars. Dat haakt wel allemaal op elkaar in. En economie, het begrip economie, is dat een belangrijke nog voor jou in deze? Ja, want kijk, deeleconomie is gewoon economie. Want als jij iets verkoopt aan iemand anders en dan ontstaat een prijs afhankelijk van de schaarste. Ja, dat is textbook economie wat er nu gebeurt. Je zou zelfs kunnen zeggen, die platformen maken markten nog efficiënter, nog transparanter. Je kan nog makkelijker meedoen op zo'n platform. Iedereen kan eigenlijk een soort producent worden of een soort verhuurbedrijfje. En dat maakt dat het aanbod toeneemt, de vraag neemt toe en prijzen worden nog competitiever. Dus dat is allemaal heel goed voor de economische welvaart van mensen. Je zei eerder, een van de vooronderstellingen die ik heb, is dat zeg maar degene die een platform starten, dat zijn of haar achtergrond een hele belangrijke is. Is er nog een ander ding wat je wilt onderzoeken waarvan je denkt van gevoelsmatig zeg ik, dit is er aan de hand, maar ik wil kijken of dat op basis van data klopt? Ik wil ook gaan kijken naar verschillende businessmodellen. En daar heb je ook de variabelen die wij verzamelen, dat zijn ook eigenlijk de variabelen waarop in de literatuur een businessmodel wordt omschreven. Dus je moet de propositie omschrijven. Dus wat wordt er nu eigenlijk, welke waarde wordt er nu eigenlijk toegevoegd? Het verdienmodel. Ga je per transactie een fee vragen of ga je abonnement of ga je met advertentie of ga je met de data die worden gegenereerd weer geld verdienen. Dat zijn allemaal businessmodellen. En ook het value network, wat ze dan noemen, dus eigenlijk alle samenwerkingspartners. Nou, dat kan zijn andere platformen, het kan zijn een gemeente, het kan zijn een autodeelplatform dat weer met openbaar vervoer gaat samenwerken. En daarin denk ik dat je heel veel variatie zal zien. En daarom kunnen ook verschillende platformen naast elkaar bestaan. Dus wat je bijvoorbeeld bij autodelen ziet, daar hebben we in Duitsland al onderzoek naar gedaan. Daar heb je wel meer dan 70 aanbieders
En heel veel daarvan zijn heel lokaal. En daar verwacht ik van dat ze steeds zich meer gaan integreren met bijvoorbeeld fietsen delen of openbaar vervoer. Zodat voor die mensen er een totaaloplossing is voor hun mobiliteit. Maar tegelijkertijd zie je een paar platformen die nationaal of zelfs internationaal opereren. En die bedienen weer een andere markt. En dan tenslotte zie je sinds kort dat veel bestaande spelers een deelplatform starten. Dus bijvoorbeeld autofabrikanten en leasemaatschappijen zijn het nu aan het doen. En op het moment dat die gaan instappen, dan verandert de deeleconomie eigenlijk van karakter. Want nu heb ik het echt over peer-to-peer. Ik heb een auto, jij huurt hem van mij voor een dag. Maar dat kan best tijdelijk zijn. Want als de grote bedrijven toch een manier vinden om het zelf heel efficiënt aan te bieden, dan gaan we misschien allemaal bij zo'n bedrijf een auto huren. Wat eigenlijk nog meer gemak met zich meebrengt. Want dan kan je gewoon overal, alle minuut, met een pasje een auto gaan openmaken. En dat is eigenlijk wel de eindvisie bij autodelen. Dat het ook met zelfrijdende auto's, elektrische auto's, die wil je helemaal niet bezitten. Maar die wil je wel heel graag gebruiken. En dat de automobiliteit eigenlijk een boost krijgt. Dus paradoxaal zal autodelen zorgen dat we meer met de auto gaan. Maar we gaan dat doen met veel minder auto's. Dus daar zit de milieuwinst. Nou ja, en dat is voor mij als econoom heel interessant om na te gaan. Welke partijen zullen in staat zijn om dat te gaan organiseren? Die komen waarschijnlijk die kunnen uit de ICT-industrie komen, uit de lease-industrie, uit de fabrikanten. Of wellicht peer-to-peer platformen die op een gegeven moment zelf auto's gaan kopen en verhuren. Martijn, hoe kijk jij daar tegenaan? Enerzijds decentralisatie, waar technologie in het algemeen heel erg voor zorgt. Tegelijkertijd hoor ik hier, het zou best kunnen dat we uiteindelijk toch gewoon weer, of bijvoorbeeld de bestaande grote partijen hebben die de lakens uitdelen, of dat er een paar nieuwe grote partijen ontstaan. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk ook dat je het ook gewoon in de tijd moet zien. Kijk, waarom kan bijvoorbeeld peer-to-peer autodelen in ieder geval nu hard groeien? Omdat we gewoon een enorm inefficiënt autobezitsysteem hebben. Op het moment als het efficiënter wordt ingericht, dan ga je ook eraan wennen dat je ook je flexibeler ten opzichte van mobiliteit gaat gedragen. En dan inderdaad is er ook ruimte voor grotere spelers erin. Dus ik denk dat het vooral interessant is om te gaan kijken, per welk stukje tijd komt er welke oplossing voorbij. Omdat het continu aan het veranderen is. En uiteindelijk gaan we natuurlijk ook naar die self-driving car. Ja, en van zo'n ding is natuurlijk gewoon onzin om hem zelf te hebben. Dus kijk, maar zelfs bijvoorbeeld met een Peerbee. Kijk, uiteindelijk heeft Peerbee heel goed in de gaten van, naar wat voor producten is er behoefte in welke buurt. Ja, dan kunnen ze op een gegeven moment zeggen, goh, weet je wat, we kopen die producten gewoon. We gooien een schuurtje daar neer. Iedereen krijgt een pasje en je betaalt per keer dat je het gebruikt. Dus daarmee kan ook die deeleconomie ook leiden tot eigenlijk een beter inzicht in de werkelijke behoeften. En op basis daarvan alsnog wel een betere, maar misschien wel een meer centrale oplossing bieden. Maar ja, wat daar interessant aan is, en dat heeft Daan Weddepol van Peerbee zelf wel eens gezegd. Zij kunnen ook bestaande bedrijven op een gegeven moment hun spullen laten verhuren. Maar dan zullen ze selectief zijn welke bedrijven ze gaan toelaten, omdat zij een duurzaamheidsideaal nastreven. Zouden ze dan alleen die bedrijven moeten toestaan hun spullen aan te bieden die het volgens de laatste, meest duurzame technieken ontwerpen? En dan krijg je opeens dat die bedrijven heel hard hun best moeten gaan doen om met een nieuwste ontwerp te komen. En dan kan het opeens een extra impuls gaan geven voor circulaire economie, voor allerlei duurzame innovatie. Dus kijk, dat peer-to-peer, dat lijkt natuurlijk allemaal heel sociaal en fantastisch. Maar uiteindelijk hebben we die grote bedrijven weer nodig om de technologische sprongen te maken in die producten die wij met z'n allen gaan delen. Ja, want dat is decentraal lastig te doen. Bij de meeste producten heb je toch nog wel die grote bedrijven software, open. Software sommige niet. Wel, ja, klopt. Software bijvoorbeeld, ja. Kan het weer wel natuurlijk, als je daar open source met z'n allen de schouders onder zet. Oké, allebei hartstikke bedankt. We gaan deeleconomie-in-nederland.nl natuurlijk blijven volgen. En als jullie een tijdje verder zijn, kom eens vertellen hoe het gaat en of er al, ook wetenschappelijk gezien, al conclusies aan te verbinden zijn. Ja, zal ik doen. Leuk. Dankjewel. Dag. Hey.